Ja. Oh. Inmiddels bijgelegd. Ja. Mag ik heel even weten van jullie, wat zouden jullie zelf nou nog heel graag als cliffhanger willen hebben? Als cliffhanger. Als cliffhanger. Jullie zijn er al zoveel keer bij geweest. Ja. Ik denk toch dat het iets met de Zuidpool moet gaan worden. Ja, echt. Dat ze bijna onder het van ijs, de wereld afvallen. Dat soort dingen. Het moet wel iets extremer. Ga je weer dood, Erik? Of leer je leven, zeg? Ik bedoel, als dat, dan heb ik het ervoor over, zeg maar. Nou, is er ook natuurlijk nog wel eens wat kritiek, hè? Er is een interview verschenen van jullie baas, waarin die over de kijkcijfers praat. En ik vraag me dan altijd af, als je zelf al zo lang in een serie speelt, wat doet die kritiek met jullie als mens? Nou, we doen al een aantal jaartjes mee, natuurlijk. Maar ja, en het is ook wel redelijk gefluctueerd. Om de zoveel jaar komt er zoiets. En dat wordt dan door iedereen nagesproken en dergelijke meer. En er zal ongetwijfeld wel een iets minder periode zijn. Alleen, wat tot nu toe ook altijd is gebeurd en wat nu ook gebeurt, is dat bij goede tijden, slechte tijden, bij de productie, men keihard werkt om daar op in te spelen. En zoals nu bijvoorbeeld is het hot item natuurlijk de kijkcijfers. Maar men kijkt tegenwoordig op zoveel diverse platforms. Dus iedere kijker neemt elke dag nog wel eens een shot goede tijden, slechte tijden. Alleen op het moment dat het hem uitkomt. En, dat is waar, daar heb je allemaal last van. Ik vraag me ook af, zoals het ingewikkeld heet, lineair kijken. Dus mensen die televisie kijken, als je dat alleen meet, maar je neemt daarbij ook alle online platforms. Ik denk dat je dan nog wel op diezelfde 2 miljoen komt die we een aantal jaar geleden... En ik begreep dat de verhaallijnen misschien iets realistischer gemaakt zijn. Nou, ja, weet je, het is eigenlijk van alle... Het is wat Erik zegt, het fluctueert. Dus als we heel veel actie en spanning en sensatie hebben gehad, dan gaan mensen roepen om een wat gewonere verhaallijn. Als het heel lang gewoon is geweest, dan wil iedereen weer actie. Dus het is wel zo dat er echt wel naar kritiek ook geluisterd wordt. Het is niet zo van, we doen maar gewoon ons eigen ding. En ik weet wel al nu, omdat we dat voor een deel al aan het draaien zijn, dat er verhaallijnen aankomen waarvan ik denk dat heel veel mensen dat... Dat heel voelbaar is voor heel veel mensen. En het is trouwens ook niet... voor afgelopen seizoen was er bijvoorbeeld een verhaallijn met Marieke, mijn zusje, Janine's zusje. Die bleek heel ernstig ziek, is uiteindelijk overleden. En ja, die hele verhaallijn ging over het afscheid nemen van een dierbare. En dat, ja, daar kwamen ontzettend veel reacties op. En ja, dus dat is wel een... Dus dat zat er ook gewoon wel in. En het is een mix van heel veel. Vanavond gaan we allemaal om 8 uur kijken naar die 29e zomer. Ja, voordat dit afsluit, ik wil even alle diehard GTST-fans nog even op attenderen dat we 5 magazines, GTST-magazines, weggeven. Die kan je winnen. Daarvoor moet je even onze app checken. Dankjewel.